Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 5 december en ik ben net wakker geworden en heb mezelf al klaargemaakt. En ook al omgekleed trouwens, want ik ga zo meteen met Dwayne even naar de stad. We gaan daar wat eten halen en we moeten ook nog naar het grofvuil om wat dingen weg te brengen die ik van de week eigenlijk wilde wegbrengen. Maar dat was er dus niet van gekomen omdat ik mijn pas was vergeten. Ik ga jullie eerst nog mijn outfit laten zien en dan gaan we snel die kant op, want Dwayne zit op mij te wachten. En ik draag vandaag, even kijken, mijn jas van de Zara. Dit is een nep bont sjaaltje van New Look. Dus het is geen echt bont wat ik om heb. En de trui is van Boohoo vorig jaar. Broek Zara, schoenen Maison Garments. En horloge, weten jullie inmiddels wel, van Triwa. En dat is mijn outfit. Oh, trouwens, ik heb ook nog Buddha to Buddha oorbellen in. Dit zijn de Ellen oorbellen, die heb ik pas binnengekregen. Dus ja, dat is dan wat ik draag. En nu gaan wij snel naar het grofvuil en dan naar de stad toe. We zijn nu bij grofvuil en we gaan even alles uitladen. We zijn net bij het grofvuil geweest en nu hebben we net de auto gewassen en we moeten even... Het is weer gelukt. Ik heb nog wat kleine dingetjes gehaald bij de H&M, zoals sokken, ondergoed en zo. En Dwayne die heeft... heerlijke braadworst mee en die gaan we straks thuis opeten. Nu in de auto op naar huis. We zijn nu even boodschappen aan het doen. De car is al aardig vol. We moeten alleen nog een paar dingetjes halen en dan zijn we ook weer klaar hier. Dan hebben we in ieder geval alle huishoudelijke klusjes gedaan. Auto schoon, grofvuil. Dus kunnen we weer lekker chillen straks thuis op de bank. Weten dat je niks meer hoeft te doen. Zo, we zijn weer terug van boodschappen doen. Stad zijn we geweest, we hebben alles gedaan en nu gaan we lekker even eten. Ik heb hier een broodje braadworst en dan ga ik straks met Dwayne de boodschappen uitpakken die we hebben gehaald. En dan kunnen we gewoon lekker gaan chillen. Oh, oh yes, lekker. Broodje braadworst met uitjes, curry, mayonaise, helemaal toppie. Ik heb net een pakketje binnengekregen van Max Factor. En ik dacht, ik laat gelijk even zien wat er allemaal in zit. De Max Bronzing Powders. Deze zijn nieuw. En alles wat hierin zit is trouwens vanaf februari 2016 verkrijgbaar. En deze die kende ik al wel. Dit zijn de Max Factor Facefinity Foundations in 3 kleuren. Ik zelf vind ze niet heel erg fijn. Ik vind ze een beetje te dik. Maar ja, ik kan ze natuurlijk nog wel gaan reviewen. Want dat heb ik nog niet gedaan volgens mij. Of misschien wel, maar dan echt een paar jaar geleden. Een nieuwe mascara. En die komt dus ook in februari pas uit. En dit is de Max Factor False Lash Effect. En hier nog 4 prachtige lipsticks. En deze zijn ook nieuw. En hier staat... Kijk, wat staat er over? Oh ja, dit zijn de kleuren die er dan in zitten. Een beetje een 2. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar Dwayne zit gewoon even te reageren op wat ik zeg. Marilyn Ruby Red. Marilyn Sunset Red. Marilyn Berry, een beetje een berry kleur. En Marilyn Cabernet. En die is een beetje donker. Ja, wat is het? Ik weet niet, een donkerrode lipstick. Dus ik ga deze producten gewoon lekker testen. Van de week. En er zeker wat over schrijven. Sowieso ben ik hier heel benieuwd naar. Naar de bronzing powders. En de lipsticks. En de mascara uiteraard. Katten en dozen, hè? Doei! Wat ben je aan het doen? Sina. Kijk ook hoe groot hij is. Hij wil niet. Tikzak. Het is nu 7 uur en Dwayne en ik hebben net heel even geslapen op de bank. En nu ga ik eten koken. Want wij hebben natuurlijk ontzettend veel honger. We eten vandaag shawarma. Daar hadden we zin in.
En het is ook lekker snel klaar. Dus, oh nee, wacht even. Ik heb Giros reepjes gehaald. Giros reepjes. En dat eten we dan met knoflooksaus. Pizza broodjes. Salade erop. Helemaal lekker. Even olijfolie. Snel in de maai. Oké, die pan is echt al heel heet. Moet even. En straks gaan we een film kijken. Waarschijnlijk Ted, deel 2. Of Last Night. Dus dan weten jullie dat. Eerst het eten. En het eten is eindelijk klaar. Lekker makkelijk. Gyros. Sla, knoflooksaus, pita broodjes. Wij gaan lekker eten. Mijn toetje vandaag is Twix Mix. Deze is echt super lekker. Er zitten van die kleine Twix balletjes in. Kijk. En die moet je dan hier doorheen doen. En hier zit karamel in. Zo lekker. Voordat ik het trouwens vergeet te laten zien. Ik heb net bij de H&M dus deze sloffen ook gehaald. En dit zijn volgens mij ijsbeertjes. Ik vind ze er echt super schattig uitzien. En even serieus. Deze sloffen zijn zo zacht. Ze hadden ook nog heel veel andere soorten. Met kerstprintjes erop en zo. Maar ik vond deze wel echt heel erg schattig voor in huis. Deze kan ik gewoon het hele jaar door nog dragen. En ik ga in bad met de Luxury Lush Put tafel. Kijk hoe kleurrijk die eruit ziet. Oké. Super cute. Het is nu 10 uur. Ik heb net heerlijk even in bad gezeten zoals je kon zien. En ik ga nog heel even met Dwayne TV kijken. En dan gaan we zo meteen slapen. Dus ik ga gelijk bij deze de vlog afsluiten. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot morgen. Doei!